Ik heb een compliment. Ah, fantastisch. Goed. Equal Pay Day. Ik denk dat ze misschien al met u over gebabbeld hebben. Waarom? Nog niet. Oké. Equal Pay Day, eigenlijk stonden hier omdat er, het is 2014, België, toch de beschaafde wereld. Ja, voor een streng. Voilà. Is er toch nog altijd een loonkloof van 21% tussen mannen en vrouwen in het voordeel van de mannen? Ja. Nu, de vraag die ik u zou willen stellen, heb je het enige idee van hoe dat komt? Een oorzaak. Hoe het komt? Eerst en vooral, die 21%, die vind ik wel een verbazend hoog cijfer. Waar hebben jullie dat gemaakt? Dat zijn de statistieken die van de federale overheidsdiensten komen. We komen van 10 jaar geleden van 30%. Dus je zou kunnen zeggen, we zijn al beter. Maar 21% was ook nog verschoten. Het is een hoog procent, ja. Ik vermoed, ik heb zelf nog maar weinig ervaring met zo'n wereld, maar ik vermoed dat het toch nog komt door een wat verouderd wereldbeeld. Mm-hmm. En dan hoofdzakelijk vanuit managementposities, denk ik. Managementposities die over het algemeen, vermoed ik, nog altijd bezet worden door mannen. Mm-hmm. En die misschien zodanig opgevoed zijn, hun carrière zodanig opgebouwd, dat ze een beeld hebben ontwikkeld waarin vrouwen op de een of andere manier minder waardig zijn. En daardoor dus minder loon verdienen dan hun mannelijke wederhelft. Maar ik zou het voor de rest niet zo goed weten. Dus nog gezien tegen de oorsprong, het rollenpatroon, dat lijkt me nog altijd bestaan. Nu, jij bent student, hè? Ik ben student. Oké, okay, binnen een aantal jaren veronderstel ik voor je afgestudeerd zijn. En dan ga je een job vinden. Hopelijk. Positief, ga een job vinden. Zo is het. Denk je dan, jij als man, dat je op die moment nog altijd meer gaat verdienen als een vrouwelijke collega die op dezelfde moment dezelfde job begint? Wel, in mijn sector, want ik studeer journalistiek, ik denk dat het in mijn sector goed meevalt. En dan moet je kijken of het gaat om freelance journalistiek of om vaste contracten die in het begin sowieso zeldzaam zullen zijn. Ik denk dat daar meevalt. Ik denk dat vooral andere sectoren er erg mee kan. Hoewel ik ook niet zo goed zou weten welke. Nee, maar de sector waar jij voor gekozen hebt... Ik denk dat dat goed gaat meevallen. De sector journalistiek, dat is gemerkt, die ken ik zo goed niet, ik doe dat maar als hobby. Maar zit je van plan om voltijds te gaan werken? Absoluut. Ja? En als er een gezinnetje wordt gesticht, kindjes, gaat er ook nog voltijds werken? Wel, de eerste jaren zal het, ik zou zeggen, de eerste jaren dat het eerste kind komt, zal dat sowieso minder zijn. Want dan kom je ook steeds meer motivatie vanuit de kinderen om meer vaderschapsverlof op te nemen. Dat is ook heel courant. Ja? En ik vind dat een goed initiatief. Ik vind dat een, ik ben op dat gebied wel zeer voor een traditioneel gezin. Niet zozeer man en vrouw, maar ook man. Zijn maar gewoon twee mensen die toch op zijn minst part-time voor een kind, voor meerdere kinderen kunnen zorgen. Ik vind dat belangrijk. Ja. Dus dan is het. Ik ben hetero, dus in mijn geval zal een vrouw zijn hier aan de pas. Ik zal er zeker op toezien dat ik een aanwezige vader zal zijn en dus ook mijn werk op een gegeven moment achterop zal stellen ten voordele van mijn kind. Daar ben ik wel van. Dus op die manier wat zelf het rollenpatroon een beetje proberen te bereiken. Prima. Ja. Dat zijn eigenlijk alle vragen die ik jou wil stellen. Ah, dat is goed. Ja.